heeft voortgebracht. En vanuit het stadion, daar bij het kasteel in de bergen, kan je zijn geboortehuis zelf zien liggen. Mooie beweging en daar is dan wel nummer 1 Dennis Bergkamp. Dan in de arena. Nu wel wegdraaiend en ingehouden door die man die net die strafschop die niet gegeven werd veroorzaakt en afgemaakt door Dennis Bergkamp. Zijn 31ste interland goal. Zenden. Van Hooijdonk. Bal weggetrapt. En gescoord. Aaron Winter. Dat was een volley die lukte. En zo is er even lucht. Even lucht voor het Nederlands elftal. Dat deze marge hard nodig had, daar hard aan toe was. Van een meter of 18. En voor Winter in zijn 64ste interland. Bergkamp rekende op een misser, dat wel. En Van Hooijdonk eindelijk succesvol. Het wordt bij allemaal wat minder, zoals op deze goede voorzet van opnieuw zenden het ingrijpen van de doelman minder getimed is. En daar wil Van Hooijdonk wel van profiteren. Corner door Jonk. Frank de Boer. Scoorde al 2 maal in de thuiswedstrijd en nu dus ook in en zo neemt geleidelijk aan de score proporties op waarmee, laten we zeggen, thuis kan komen. Zenden. Tweede paal Van Hooijdonk weer. Keeper niet vast en dan zit hij erin. Zo loopt de score toch nog aardig op en heeft Johnny Bosman ook zijn treffer meegepikt.
Misschien dat er nog even stoptijd komt voor onder andere blessure. En aan het eind van de rit pakt nog net Bergkamp zijn tweede doelpunt van de avond mee. Doelpunt verwijderd hiermee nadat de keeper nog het schot van Seedorf pareerde van het totaal van Cruijff en Lenstra. Dit is zijn 32e.